Dinsdagavond hield het CDA-leider haar nieuwjaarsreceptie in Koetshuis de Burgt. En zoals de afgelopen jaren gebruikelijk, werden ook dit keer weer enkele Leidenaren in het zonnetje gezet. Ondernemers dit keer. Van Albert Heijn XL aan het Bevrijdingsplein in Leiden Zuidwest en Hotel van der Valk aan de Haagse Schouw. Allebei de ondernemingen organiseerden rond de kerst een lunch voor eenzame ouderen uit de sleutelstad. En daar is het CDA-leider ze erg erkentelijk voor. Als blijk van waardering ontvingen beide ondernemers een Joop Walekamp Award. Een zilveren schaal met inscriptie. Dit keer 2 Joop Walekamp Awards uitgereikt. Ja, dat klopt. Het waren ook 2 ondernemers die hetzelfde initiatief genomen hebben. Namelijk het organiseren van een lunch tijdens de decembermaand, tijdens de kerstmaand, voor eenzame ouderen. Dat is wat ons betreft ook echt een verkiezingsitem. Wist u van tevoren waarom u hierheen mocht komen? Ja, dat wist ik. Ik werd 14 jaar geleden gebeld door meneer Blailly. En die legde mij uit wat de reden was, ter ere van de oud-wethouder. En ik zei van nou, dat geven we gelijk gehoor aan. Bij Hotel Leiden hebben jullie ook iets georganiseerd voor ouderen en niet voor het eerst. Nee, dat klopt. We hebben afgelopen jaar voor het 12e jaar een lunch georganiseerd met de Stichting Ouderenzorg in Nederland. En dat doen wij landelijk met een 40-tal Van der Valk vestigingen en wij doen daar ook al wat 12 jaar aan mee. Man of 50, 60 gemiddeld komen er altijd wel op af. En het is ontzettend leuk om te doen. Nee, we hadden een mooi buffet gemaakt. Een mooi lunchbuffet met allemaal lekkere koude warme gerechten. Dus iedereen kon zelf kiezen wat hij wilde. En hebben de mensen geholpen natuurlijk om alles op te scheppen. En dat is ook leuk. Kunnen ze zelf kiezen wat ze willen. En dan volgend jaar het diner serveren op die schaal die je net hebt ontvangen? Nou, dat zou wel leuk zijn inderdaad. Hè. Misschien doe ik er wel iets mee. Ja, dat is wel een goed idee, Chris. Ja. We zijn ook echt voornemers. Sowieso de paaslunch staat al op de agenda. Maar we denken er ook aan om andere zaken te doen. Creatieve ideeën. Ik noem even stamppottenmiddag of zo. Om dat voor de ouderen te organiseren. Ik vind het echt heel leuk. Ja. Wij vinden dat echt heel waardevol dat deze Leidse ondernemers dat voor de Leienaren in hun wijk gedaan hebben. En daar kunnen wij als politiek denk ik nog een voorbeeld aan nemen. Want het laatste wat wij moeten willen volgens mij is om deze mensen in anonimiteit weg te laten kwijnen achter hun voordeur.